Yo, Nintendo fans! Dankjewel voor de 50.000 abonnees. Super sick. Jullie zijn de beste. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wanneer jullie geabonneerd zijn. Laat het even weten in een reactie. Ben je bijvoorbeeld geabonneerd vanaf de 30.000 abonnees of 20? Of misschien zat je wel bij de eerste 1000 abonnees? Ik ben heel benieuwd. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan sowieso. Want bij de 51.000 heb ik een leuke giveaway. Want nu gaan we verder met Nintendopia in Miitopia. En ik heb post. Ik heb de game net opgestart. Ik heb gelijk op post. Van Inkling. Die heeft zoveel aan haar hoofd. Die doet geen oog dicht. En omdat ze niet slaapt, schrijft ze met deze brief. Misschien moet ik haar even gaan checken of zo. Ik ben even iedereen aan het voeden, maar niemand vindt iets lekker. Oh, Rikkertje vindt dit wel lekker. Ash, vind jij dit lekker? Kijk, dit bedoel ik. Dit heb ik de hele tijd. Dood wil een donutwapen. Een donut koekenpan. Deze is geweldig. Deze moet ik hem sowieso geven. Onze kale Toad. Oké, jongens, we gaan weer. We gaan op pad. We waren natuurlijk hier halverwege, hè? We waren ongeveer bij de Kissy. Want we proberen Enka te passeren die het kasteel aan het bewaken is. Ik ben benieuwd of we daar naartoe gaan komen, hoor. Daar lopen we weer met Ash en Toad en Zelda. Super gezellig. En ik ben benieuwd of we vandaag weer een nieuw character tegen gaan komen. Want ik heb daar een speciaal shirt voor aangetrokken. Thijs van Haren leek het namelijk leuk als ik Isabella, een Pikmin of Yoshi ging maken. En ik hoop dus dat ik iemand tegenkom zodat ik een Pikminnetje kan maken. We komen in ieder geval wel even iemand tegen die een Kissy heeft voor twijfel. 280 gegeetjes. Ja, dat is lekker. Lekker money in the bank. Dan heb ik mijn koekenpan van Toad weer terugverdiend. Hey, wat? Nog een kissie? Wat? Ik heb nieuwe kanten kleding voor Toad. Ja, en ik wil eigenlijk alleen het effect dragen. Want anders dan ziet hij er helemaal niet meer uit als Toad. Maar dit is wel even een goed dingetje zo te zien. Lekker Toadje. Je wordt lekker geüpgrade. Dan lopen we hoor met z'n viertjes. Oh, we hebben nu alweer een herberg. Nou, super chill. Wacht even, wacht even. Rikkertje zegt wat ik nu gehoord heb over Zelda. Gaan we nu roddelen over Zelda? Yo, dat doen wij niet, jongen. Dat had ik nooit achter haar gezocht, zeggen Ash. Nou, wat is dit? Dit is niet eerlijk. Dit is niet aardig. We worden wel betere vriendjes van. Ja, kijk, Zelda, die komt even chillier. Je moet niet over Zelda roddelen, jongen. Waarom roddelen we over Zelda? Weet je wat? We gaan het snel vergeten. We gaan gewoon door. Maar, blijkbaar kunnen we hier niet verder of zo? Nee, we moeten hier toch wel verder. Ik denk dat ik gewoon deze moet gaan doen. Battle! Oké, we zijn allemaal een stuk sterker geworden. Dus dat is super chill. Red is... wat gaat Red doen? Ja, 2, 3, 4... hij raakt wel iedereen, maar... het is nog niet zo heel sterk. Kom op, Zelda. Kijk, die raakt ook iedereen. Dat is ook niet zo'n hele sterke aanval. Maar Banshee moet wel huilen. En, oh, ik moet huilen. En ik kan nu niet aanvallen. Ik mis iedereen. Ik ben noob geworden. Noobachu. Lekker Red. Ik noem hem gewoon Ash en Red. Ja, ik vind het net een Ash. Ash en Red is voor mij hetzelfde. Is niet waar. Maar dat voor mij wel. Vandaag wel. Hé, hey jongens, kunnen we even iemand kapot maken of zo? Want dit ging niet op, hé. Hier, Banshee C moet eventjes kapot. Daag! Lekker Toad met je donutpan. Wat ze flats. Lekker Red, lekker Ash. Het gaat niet zo goed met Zelda. Het gaat ook niet zo goed met mij. We hebben allebei, denk ik, wat strooisel nodig. Maar dit is al op. Oké. Gaan we even Banshee B kapot maken, jongen. Banshee B. Dat is de zus van Ali B. Kom op, jongens. Kom op, jongens. Maak die andere kapot. Doe het. Toad gaat zichzelf even healen. Wat gaat Red doen? Red heeft een nieuwe vaardigheid, de valstrik. Hiermee ben ik veilig. Oeh, dat is nice. Dat zijn wel lekkere vaardigheidjes. Oh, nee, ga nou geen banaantje eten, joh. Ik heb je net strooisel gegeven. Dat is helemaal nergens voor neudik, jongen. Ik bedoel, meisje. Zelda is geen jongen. Anyway, done. Toadje gaat naar level 4. Dat is nice. En de bonuspuntjes die mogen naar Red, want dan gaat hij ook lekker naar level 4. Kijk, kijk, kijk. Nice. En door, jongens. Red is een beetje buiten adem. Toad heeft last van zijn benen. Kijk, ah ja, kijk, nu moeten we dus de andere weg kiezen. Nu gaan we niet naar de kist, maar nu gaan we rechtdoor. Oh, ik ben benieuwd wat voor enemies hier gaan komen. Toad zegt, heb je eigenlijk al een eigen strijdkreet? En nee, heb ik niet. Nee. Oh, Toad vindt het jammer. Oh, dat... Oh, oké. Ik denk Toad gaat iets verzinnen of zo. Ik dacht dat Toad zou komen met... We maken ze allen enemies dood! Of zoiets. Wat? Ik heb zoveel appelslijmpies. Oké, kom op, Red. Kom op. Raak ze allemaal. Maak ze allemaal kapot. Oh, jongens. Dit zijn veel te veel appelslijmpies. Waarom zijn het er zoveel? Laat Red met rust. Kappen. Kom op, Zelda. Jij kan ze ook allemaal raken, toch? Nice.
Dus er maar eentje kapot tot nu toe. Dat is jammer. Oké, wat gaat Toad doen? Die gaat even aanmoedigen. Toad doet zijn dansie. Ben ik nu sterker? Oh nee, nu heb ik meer MP. Daar heb ik niet zoveel aan. Ja, ik kan er maar één tegelijk raken. Dat is een beetje jammer. Dus ik kan er één kapot maken, maar daar blijft het dan ook bij. Toad, kan jij wat beters verzinnen? Nee, Toad geeft eventjes aan Red wat te eten. Ja, dat is ook wel nodig, ja. Want die's HP was bijna kapot. Dit was een lekkere move, jongen, van Red. Ik kan nu nog een keer aanvallen. Dus wij gaan appelslijmpie B kapot maken. Als Zelda nou nog een keertje kan aanvallen, zou dat super chill zijn. Maar eerst zijn de slijmpies aan de beurt. Slijmpies, ga weg. Bam! Ene laatste slijmpie is weg, jongen. En ook het laatste slijmpie wordt nu denk ik door Red genakt. Lekker. Dan kan je nog met zoveel zijn, jongen. We maken jullie allemaal koen kapot. Hoppa. Oh, we gaan gelijk naar level 5. Ah, dit gaat wel lekker snel, jongens. Toadje heeft buikpijn. En dan moet je even paracetamol nemen of zo, denk ik. Helpt dat tegen buikpijn? Ja, dat helpt volgens mij tegen alle pijn. Oké, en nu? Red die begint met een klap op iedereen. Dan komen de slijmpies weer in actie. Ah, lekker Toadje. Die doet even een counter op slijmpie, Ovi. Ja, die Banshee is wel vervelend, jongen. Die is echt sterk. Wat gaat Zelda doen? Die gaat even lekker zingen. wat gebeurt er? Ze vieren allemaal feest. Waarschijnlijk als ze feest vieren gaan ze ons niet aanvallen, denk ik. Ik ga eens even proberen om die Banshee te knocken, hoor. Hopelijk lukt het. 19 damage. Nee, net niet. Wat gaat Red doen? Die gaat ze denk ik allemaal aanvallen. Ja, maar er is nog steeds niemand kapot, jongen. Hou eens op, jongens. Nou, er was er al eentje kapot, trouwens. En Toad had er eentje kapot gemaakt. Ik vind dit trouwens wel echt een leuk teampie, jongens. Ik vind het een mooi mooi teampie. Maar, hè? Is Banshee nu weg? Is Banshee er vandoor gegaan? Is die gewoon... dacht hij van, laat maar zitten. Ik heb hier geen zin meer in of zo. Wat ze flats, jongen. Zag die aan van Red? Die was heel sick. Lekker Zelda. Oh, teampie, hoor. Red, die heeft maar een paar blauwe plekken. Oké, Red. Nou, Red en Toadje gaan allebei een leveltje omhoog. Die zijn ook allebei nu level 5. Het gaat keihard. Ik ben benieuwd of we straks bij een bossfight uitkomen. Oké, waar zijn we? Wat gaat er gebeuren? Er gaat iets gebeuren. Zelda zegt, er ligt hier iets op de grond. Hey, een banaan. Ik denk dat iemand hier Mario Kart heeft gespeeld of zo. Even een banaan op de baan geflikkerd. We gaan door. Herbergie. Dan kunnen we even op krachten komen. En Zelda en Toad die gaan ook even roddelen volgens mij. Zelda die wil een nieuwe stijl uitproberen. Toad denkt ook, ja, ik heb eigenlijk ook een nieuwe hoed nodig of zo. Of laat ik mijn hoofd kaal scheren. Zelda? Niet doen. Nee, ik wil gewoon je blonde haren terug. Nee, wat doe je nou? Zelda, ik wil geen paars kapsel. Nu ben je niet meer Zelda. Oh, kijk, gelukkig. Oké, volgens mij ziet ze er nog steeds uit als Zelda. Even kijken hoor, ik ga even een nieuw pakje kopen. Want dat bijenpakje, dat kan echt niet meer. Dat bijenpakje, dat is echt zo vorige week. Kijk, dit is toch veel toffere uitrusting. Kijk, nu zie ik er echt uit als een held. Kunnen nog even kleurtje aanpassen natuurlijk rood, denk ik. Ja, let's go. En Zelda die wil heel graag een nieuwe microfoon. Nee, deze past wel bij je outfit, man. Eerlijk. Ja, ik ga eerlijk met je zijn. Past wel bij je outfit, die vind ik wel leuk. En nu is mijn geld op. Ik kan natuurlijk spellen spelen om geld te verdienen. We kunnen ook even een uitje doen trouwens. Ja, we gaan even naar de bioscoop. Let's go. Oh, is hier een bioscoop? Is er in de grot een bioscoop? Red, we gaan naar de nieuwe Pokémon film, jongen. Let's go Raichu. Wat voor film is dit? Nou, een horrorfilm. Raichu in een horrorfilm? Kijk, Rosalina die zit er ook bij. En volgens mij Wario zit erbij. Of was het Waluigi? Oh, snap. Oh, snap. Volgens mij vinden we het een beetje eng. Onze band gaat wel weer omhoog. Dat is fijn. Je hebt best wel veel uitjes. Kijk, Toad en Zelda die zijn lekker op weg naar het strand. Die gaan lekker op het strand chillen. Hey, wat? Flespost. Animal Crossing, jongen. Er zit een doe-het-zelf recept in. Maak hem open, Toad. Met je kale koppie. Je wil je koppie bruin laten worden, hè? Wat staat erin? Oh, het is een game ticket. En hun relatie is ook weer flink verbeterd. Dat is best wel nice eigenlijk. Kijk, we kunnen ook nog even naar de bibliotheek. Even lekker gezellig boekje lezen. Volgens mij worden ze hier slimmer van of zo. Ze hebben het over teugels van paarden en zo. Jongens, ik ga even vissen met Toad. Dus als jullie me missen, dan ben ik even vissen. We vangen alleen niks. Jongen, vang even een lekker zalmpie of zo, joh.
Ik heb wel trek in een zompie. Oh, er zat geen aas aan mijn hengel. Wat een noob. Nou, onze relatie verbetert ook. Kijk eens aan. En Zelda en Red gaan even lekker koppie koffie drinken. Oh ja, maar dan hebben ze waarschijnlijk geen geld bij. Nee, kijk, ze hebben weer geen geld bij. Het is wel nice, want dan worden ze allemaal wat aardiger voor elkaar. Blijkbaar is er ook nog roulette wat je kan doen als spelletje. Ik ben benieuwd wat we hiermee kunnen gaan winnen. Een vakantiebon? Denk ik? Wat hebben we daaraan dan? Wie krijgt de vakantiebon? Weet je, we sturen Zelda lekker op vakantie, joh. Paspoort, geld, schoon ondergoed, selfie stick nemen mee op vakantie. Wat neem jij mee op vakantie? Een Nintendo Switch natuurlijk. Dat moet altijd mee op vakantie. Nou, we gaan weer verder. Even kijken of we nu het kasteel zijn binnengedrongen. Ja, kijk, 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 kijk waar we zijn. Ja, heel sneaky gaan we nu het kasteel binnen. Kijk, we zijn weer bij kasteelzicht. Enka wilde ons niet binnenlaten, maar we zijn er stiekem toch zo te zien. Lekker. We hebben gewoon even een zijweggetje gevonden. Ik wil een hond, zegt Toad. Oh nee. Oh nee. Mr. Mime, daar is hij weer. Bij het kasteel. Ik heb hulp nodig van de tovenaar. Mr. Iwata, waar ben je? Hij zegt, wat een zielige vertoning. Ik hoef hem niet eens in te spannen. Dit moet genoeg zijn om je af te maken. Ja. Wat is dit dan, joh? Dit is een mini-duiveltje. De hoofdstenen daar zeker slot, Recruton. Of niet? En voor die luie donder van een koning heb ik een hele speciale verrassing in petto. Wat is dit dan, joh? Wie is dit? Wiens hoofd is dit trouwens? Oh, dit is het hoofd van Impa. Ik moet even water drinken. Dus maar goed dat we net alles hebben geüpgrade, jongens. En Toad die gaat... oh, die wilde Red beschermen, maar blijkbaar lukt het niet. Lekker Toadje. Met je koekenpannetje. Impa, rustig aan. Nou, je bent eigenlijk niet Impa. Oh, Impa maakt bijna Toad in één keer kapot. Oh my... Ah! Impa is helemaal gek. Oké, ik ga eerst mijn strooisel gebruiken. Toad die kan zichzelf wel verzorgen, denk ik. Dus ik verzorg Zelda en Red eventjes. En dan gaan we even appelslijmpjes kapot maken. Ja, lekker. Die is weg. Nice. Ik krijg een complimentje van Zelda. Die zegt, hey, je bent zo cool, Rikachu. En wat doet dat? Ik weet niet of dat helpt of zo. Red heeft een zwak puntje gevonden. Ja, die heeft ook even een appelsappie dingetje gepakt. Ik ga een sprongslag doen, jongens. Op het hoofd van de impactkwelgeest. Let's go! Bam, 39 HP damage. Ah, oh, die was zo lekker. Waarschijnlijk omdat ik een complimentje heb gekregen van Zelda. En ik krijg nog een beurtje. Hé, hey, en dan ga ik mezelf gewoon even MP-snoepjes geven. Want dan doe ik gewoon nog een sprongslag op het hoofd van Impa Kwelgeesi. Bam! Nog een keer 38 HP damage. Ja, zo gaat die hard, jongens. Zo gaat die hard. Hé, hey, laat even Toad met rust, jongen. Lekker Zelda! Zelda beschermt Toad. Heerlijk gedaan. Niet doen, niet doen, niet doen. Rustig aan. Oh, 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 oh. Oké, Toad, wat ga je doen? Je gaat jezelf healen. Je moet straks wel even Zelda healen, anders gaat Zelda down. Ik heb namelijk geen snoepjes meer voor Zelda. En we blijven de sprongslag doen op het hoofd van de impactkwelgeest. Want dit doet superveel damage dankzij de hulp die we hebben gekregen van Zelda. Dus, oh, en Zelda maakt zelf impactkwelgeest kapot. Dit was heerlijk. Dit was heerlijk. Dit was een supergoeie battle. Ja, en we hebben het gezicht van Impa terug, jongens. Daar ben ik wel blij mee. Langzaamaan krijgt iedereen zijn gezicht weer terug in Recruton. We krijgen er lekker veel XP bij. En ik denk dat ik de bonus XP eventjes aan Toad ga geven. Zo. Ja, jongens. Lekker gedaan, hoor. Hé, hey, we krijgen een goddelijk geschenk. Meer HP-strooisel. Oh, dat is echt super welkom. Want die is elke keer op. De dankbaarheid van de inwoners heeft een nieuwe kracht in je gewekt. Je geeft de bevolking van Mythopia weer hoop en zo. Nu mag je weer verschrikkelijke monsters gaan verslaan. Oh, oké. Okay. Als we 100 inwoners hebben gered, dan krijgen we de volgende bonus. We hebben er nu 50 gered. Maar we kunnen even uitrusten naar dit zware, zware gevecht. Even een happy eten. Rikachu en Zelda zijn moe zo te zien. Die waren helemaal klaar. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de volgende aflevering. Als je dit nou een leuk serietje vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!